Welkom bij deze nieuwe aflevering van Kinderboost TV. We zijn hier bij beachvolleybal en we gaan een keertje kijken of we mee kunnen doen. Hoi. Hoi. Wat dan ga je doen? Beachvolleyballen. Oké, ja, leuk. Kan ik je meedoen? Ja, maar dan moet je wel je schoenen uitdoen. Ja, dat zal ik nog even doen. Ja. Eerst die schoenen eruit. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, hey, wat vind je nou leuker, in de zaal spelen of op het zand? Ik vind het allebei wel leuk, maar het leukste vind ik volleybal in de zaal. Oké, en waarom dan? Nou, ik zit nu pas net op volleybal en in de zaal dan zit ik al heel erg lang op volleybal. Oké. En is het nou niet echt vervelend dat zand af en toe? Af en toe wel, want ik kan het in je ogen komen. My heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now. Dit is echt moeilijk, maar ik doe het niet. Oh, ik. When I met you in the summer. Wat maakt beachvolleybal nou echt zo leuk? Nou, je zit op het zand, je kan lekker spelen, je bent je conditie kwijt en ja. Het is gewoon lekker bezig. Ja, je bent lekker bezig. Kunnen jullie nog meer leden gebruiken? Ja, jongens vooral. Hoezo vooral jongens? Nou, omdat er heel weinig jongens inschrijven en meer heel veel meisjes. Maar spelen jongens en meisjes dan apart of gemengd? In het lager niveau waar ik nu zit gemengd en later dan gaan de jongens bij de jongens en de meisjes bij de meisjes. Oké, en stel het lijkt je nou heel leuk, waar kan je daar meer informatie vinden? Wanwan.nl. Oké, nou laten we nog even een balletje doen. Zo voor deze aflevering van Kinderboost TV. Volgende week zijn we er weer, maar dan met een andere vereniging. Tot dan!